naar een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een vlog voor jullie, want ik ben namelijk op 7 november jarig en dan word ik 14 jaar. En ja, natuurlijk, je bent maar één keer jarig in het jaar, dus het leek me wel bijzonder om te vloggen. Dus ja, ik ga natuurlijk vloggen hoe ik het ga vieren. En mijn feestje hadden jullie al gezien met al mijn vriendinnen, maar voor familie en nog een paar vrienden en ja, gewoon mijn echte verjaardag. Dus ik zou zeggen, veel kijkplezier! Nou, ik sta nu eventjes in de keuken en ja, ik ga eventjes een boterkoek bakken, want dat is, ja, dat doe ik meestal voor verjaardagen en mijn familie vindt het altijd heel erg lekker. Ik vind het zelf ook best wel lekker. Dus ja, dat ga ik nu eventjes bakken. En ik heb gisteren ook een chocoladecake gebakken en het eindresultaat ga ik zo laten zien. Dus ja. Nou, ik zit nu in de auto, dit keer met mijn vader, want vorige keer met mijn moeder. En ja, we gaan even naar de HEMA, zeg maar, om even wat taarten op te halen voor mijn verjaardag. Nou, we zitten nu weer op de terugweg en hier zitten alle taarten en zo in. En die ga ik natuurlijk zo allemaal laten zien. Nou, hier ligt dus de chocoladecake waar ik het al over had. Die heb ik gisteren dus gebakken. En die ga ik nu eventjes versieren met allemaal dingen eromheen. En hier ligt de boterkoek. Die is echt heel goed gelukt trouwens. Dus ja. En ik ga nu nog eventjes mijn haar krullen, want dat vind ik gewoon leuk om te doen. Dus ja, dat ga ik nu eventjes doen. Nou, ik heb dus mijn haar gekruld en zo ziet het eruit. Maar ik moet natuurlijk nog eventjes uitzakken, maar ja, dat gebeurt bij mij best wel snel, dus ja. Komt iedereen, of ja, dan komen de eerste mensen, zeg maar. Dus ja, zoals je zag was heel het huis al leuk versierd en zo, dus ja. Nou, de verjaardag is nu al een tijdje bezig en nou, we zijn nu eventjes op mijn kamer en hier zijn nog wat andere kinderen. Ja, en dat is Naomi. En dat is Lieke. En daarachter, daar is mijn nichtje Daphne en daar is Senne. En daar is Senne. En zoals je ziet, en Anne. Is mijn kamer heel mooi rommelig. En ja, daar ligt Sammy. Oh, die ligt eronder. Ik had nog niet gezegd wat het avondeten was, maar ja, het staat... De pizzabus, yay! Ja!
is mijn tante Evelien. Hoi! Heel lief tante. Altijd al. En ja, het feest is nog steeds in de gang. Daphne, zeg eens even hoi tegen de kijkers. Hoi. Of zeg maar doen. Ze gaan nu naar huis toe. Nou, Nina is Daphne's zusje. Zeg maar doei. Doei. Maar Naomi. Baby, we don't need no reason why. Come on, come on, come on. Nou, het is nu zondag en het was gisteren echt superleuk, heel de dag. Vandaag gaan we eigenlijk niet echt... Nou, we gaan zo nog eventjes naar een bos toe. Dan gaan we nog even wandelen en dan gaan we... Morgen ben ik natuurlijk echt jarig, maar ja, dan moet ik gewoon naar school toe. Dus gaan we in de avond uit eten. En ja, natuurlijk ga ik dat ook nog allemaal vloggen. Vandaag ben ik dus jarig en ja, hier zie je dus mijn musical.ly die ik er ook al op had gezet. En je ziet nu eventjes hieronder hoe ik heet op musical.ly. Nou, hier zie je dus dat mijn kluisje was versierd door mijn vriendinnen en vind ik super lief. En ze hadden ook nog op het bord iets geschreven. Dus we zitten nu in de klas en het is mijn nieuwe jaar. Nou, we zitten bij AK. Hier is onze AK-strip. En vandaag ben ik dus echt jarig. Yay! En ik ben net uit school gekomen en ja, mijn kluisje was heel erg leuk versierd door mijn vriendinnen en daar ben ik heel blij mee. Mijn nichtje is er ook eventjes en mijn opa en oma, die staan daarachter. We zullen ook nog heel eventjes lekker taart eten dus, ja. Oh, oh yes! Oh, wat is dat? Dat is echt leuk! Heel gewoon goed, ik wist het gewoon niet. Oh, oh. Lieke, niet verklappen, hè? Oh, dat is echt heel cool. Oh, wat een lievelingskleur. De cameravrouw geeft een cadeau. niks voor. Oh. Oh. Yes! Nou, Engels heeft goede zaken gedaan. Ja. Oh, het ruikt nu al heel lekker. Ja, je ruikt het, hè? Die wilde ik. Wat is dat? Ook van een jongen weer kauwgom. Oh, mag ik? Van de week al. Ja, dat is een lipscrub. Mijn papa, voor dit moet. Ik heb er maar één. Lika. Oh, jij hebt nog iets, hè? Ja, kaart. Oh! Hoofdcadeau. Voor je superleuke filmpjes op YouTube. En daarom hierbij een bijdrage. We wensen je een superleuke verjaardag en vanavond lekker eten in Bella Milano. Love you, kus. Ik heb net mijn cadeautjes uitgepakt en het staat hier zo. Jij kan echt mooi schrijven. Ik kan helemaal niet mooi schrijven. Zo. Nou, we gaan nu dus naar Bella Milano. Ik had daar al een keer eerder gevlogd, een tijd geleden. Toen maar, ik jarig was. Ja, toen Finn jarig was. Maar nu gaan we daar dus eten voor mijn verjaardag. En ik heb nu al trek in pizza, dus dat komt helemaal goed. We zijn nu terug en het was heel erg lekker. En ja, het was echt super leuk. Ik heb een hele leuke verjaardag gehad. Dus ja. Zeker eventjes een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Doei!